heeft zojuist deze 96 meter Wout Weghorst uitgebracht. En dat via een SBC. En die SBC heb ik gedaan. En nu gaan we een team om hem heen bouwen met behulp van dit wiel. En daarna ga ik één potje FC24 spelen. En het probleem is, ik moet nu 4 spelers discarden. Maar voor elke goal die Wout Weghorst scoort, kan ik 1 speler redden. En dus discard ik 1 speler minder. Eerst hebben we een opstelling nodig. En daarvoor hebben we dit wiel met elke opstelling die er in FIFA te vinden is. Dus kom op een gegeven moment een 4-3-3. 5? Daar ben ik heel blij mee. Althans, daar ben ik heel blij mee. Dat is die met een centrale aanvaller. Ik weet niet of Wout daarvoor gemaakt is. Laten we beginnen met onze rechtsbuiten. En ik hoop dat dit wiel me net zoveel gunt als dat Wout Weghorst me gunt. Het is een random transfermarkt pick. Dat is geen goed begin. Als jullie de oude video's hebben gezien, dan weten jullie hoe dit werkt. We gaan een random pagina uitzoeken en een random speler. Maar ik wil wel de positie op rechtsbuiten zetten. En voor vandaag, omdat het Wout is, ook een Nederlander. Waarom niet? Goed, ik wil pagina 3... Speler 6. Daarmee gaan we naar pagina nummer... Er zijn niet eens 3 pagina's. Goed, dan halen we Nederland weg. Pagina 3, speler 6 nog steeds. Pagina 3, de speler nummer 2, 3, 4, 5, 6. Dat is Holse. Oh, ik heb hem ook nog eens. Oh, Holse. Dat is niet al te best. Ik hoop dat we upgrade spinnen, want dan kan ik hem in ieder geval upgraden naar een gouden speler. Ik had echt een beter begin verwacht. Laten we gaan voor de CVM. CVM. Een verdedigende middenvelder. Wie zou ik daar willen? Niet weer een random transfermarkt keuze. Wat is dit? 2 keer hetzelfde achter elkaar. Dat heb ik echt nog nooit gehad. CVM, misschien nu wel Nederlands. Laten we gaan voor pagina 4, speler 8. En volgens mij is dat Rijkaard. Hier heb ik echt heel veel geluk. Want ik had op elke bronzen speler kunnen landen, maar ik krijg Rijkaard. Hij is 70.000 munten, maar. Rijkaard is afgelopen. Oké. Okay. Rijkaard, welkom in de club. Dat is een hele belangrijke voor ons. Want teamgeest is nou eenmaal heel belangrijk in FIFA. En natuurlijk hebben we goede spelers nodig. Oké, okay. Laten we gaan voor 1 van de 2 centermids. Ik ben benieuwd. Wat krijgen we? We krijgen een... clubkeuze. Oké, daar ben ik heel blij mee. Want nu weet ik toevallig dat ik Tijani Reinders in mijn club heb. En die wil ik dan ook gaan gebruiken. Het is geen dure kaart. Hij is 80.000 munten ongeveer. Maar het is wel een hele leuke kaart. Dus Reinders, welkom. Het gaat de goede kant op. Veel Nederlanders. En dat is precies wat ik hoopte met Wout Weghorst. En maak je geen zorgen. Bij ons begint hij niet op de bank. Bij ons begint hij gewoon in de basis. Wie of wat krijgen we nu? We krijgen een mystery wall. Daar zijn we bij Pick a Box. Onder 1 van deze 3 boxen zit een goede speler, een middelmatige speler of een slechte speler. Laten we gaan voor box nummer 1. Kelvin Stanks. Oh nee. Oh, wat was 2? Kas de Wit? Zaten er alleen maar slechte spelers in? 3 was Xabi Simons. Ja, ik denk ook niet dat hij een special card heeft. Dus Stanks, welkom in ons team. Hij kan daar niet eens. Goed, dat maakt niet uit. Ik hoop nog steeds af een upgrade krijgen. Want Wout moet het nu helemaal eens eentje doen. Laten we gaan voor een center mid. Mystery Wall is een hele leuke. Die had ik nog nooit eerder gehad. Wat krijgen we nu? Clubkeuze center mid. Oké, dat zijn er 2. En dan bedoel ik meer onze tweede clubkeuze die we krijgen. Laten we gaan voor een wat meer verdedigende middenvelder. Voor Michael Essien. Waarom niet? Leuke speler en een goede verdedigende center mid. De voorste 6 spelers zijn klaar. Het is tijd voor de backline. Laten we gaan voor onze linksachter. Dit is waar ik hoop op een Mickey van de Ven. Dit is waar ik hoop op een leuke speler. YouTube bepaald. En daarvoor zijn we hier op mijn YouTube-pagina, waarin ik heb geschreven, ik bouw een team om de nieuwe Wout Weghorst kaart. Maar ik ben op zoek naar een linksachter. Wie moet ik hier neerzetten? Dat gaan we posten. En ondertussen dat we wachten op de reacties, gaan we verder met de rest van het team. We hebben nog 2 centerbacks, een rechtsachter en een keeper te gaan. Dus laten we gaan voor een centerback. En dan hoop ik dat we een fatsoenlijke speler kunnen krijgen. Position swap? Ik bedoel, hebben we daar wat aan? Kan iemand op een leuke plek? We kunnen... Ah ja, we kunnen het doen. We kunnen Rijkaard hier naartoe. Essien hier naartoe. En Stanks hier naartoe. Dat scheelt qua teamgeest heel veel. En krijgen we weer een nieuwe linksbuitenpositie vrij. Dus laten we daar nu ook gewoon gelijk voor gaan. Nu hopen dat we wel een fatsoenlijke linksbuiten krijgen. Want we hebben echt spelers voorin nodig. Wout Weghorst kan het niet in zijn eentje. We krijgen een speler boven de 100.000 munten. En dat komt goed uit. Want eigenlijk wil ik een nieuwe EK-kaart uitproberen. Deze Ferran Torres. 380.000 munten voor hem. Dus laten we hem naar de club halen. Ferran Torres, welkom in ons team. Nog 3 spelers te gaan. Laten we gaan voor een rechtsachter. Ik ben benieuwd wat we daar krijgen. Kom op, geef me een Jeremy Frimpong. Die zou ik heel graag willen. Het is nu Instagram bepaald. Dit is de story die ik heb geplaatst. En ondertussen dat we wachten op reacties, gaan we weer de rest van het team doen. Laten we gaan voor de centerback. Vandaag doen jullie veel mee in mijn video. Dus wil je meedoen, abonneer even op mijn kanaal. Want dan krijg je mijn community posts te zien. En volg me op Instagram, want daar betrek ik jullie ook bij. Hier mogen we elke speler nemen die we willen. Er is iemand die ik heel graag wil proberen. En dat is deze Ronald Koeman kaart. 450.000 munten. Koeman op zijn plek. En nu zoeken we alleen nog een keeper, want de rest wordt door jullie gekozen. Dus laten we die gaan doen. En
clubkeuze. Heb ik Van der Sar toevallig in mijn club? Ik heb Van der Sar in mijn club. Ik heb ook Ter Stegen en Donnarumma. Ter Stegen zou eigenlijk wel perfect passen. Laten we die kaart proberen. Een eurokaart, waarom niet? Is veel hoger, veel beter misschien ook wel. Oké, wat we nu moeten doen is even wachten op jullie reacties. Dus ik ben zo bij jullie terug. 1 hour later. Ondertussen is het 1 uur later en we gaan nu kijken naar de antwoorden die jullie hebben gegeven. Laten we eerst gaan voor onze rechtsachter. En daarvoor bepaalde Instagram. Jullie zien nu mijn telefoonbeeld en we kunnen kijken door jullie antwoorden heen. Ik zie heel veel Frimpong, heel veel Denzel Dumfries. Echt heel veel Denzel Dumfries. Dumfries, Frimpong. Ja, ik denk dat het tussen die twee gaat. Daarom heb ik hier dit wiel met Dumfries of Frimpong. En wordt het compleet random gekozen. Zo te zien wordt het Dumfries. Dumfries heeft een special card. Een Winter Wild card. Dus laten we die binnenhalen. Zijn kaart is ook helemaal in de dresscode. Hij is oranje. Jullie hebben gekozen Denzel Dumfries. Welkom in het team. Dan hoeven we nu alleen nog maar de links achter te doen. En daarom ben ik hier op mijn kanaal. In 2 uur tijd hebben jullie 82 reacties achtergelaten. Dat is echt bizar. Ik denk dat ik gewoon ga scrollen en random ga stoppen. Dus 3, 2, 1, stop. Mickey van de Ven. Ik ga heel eerlijk zeggen, dat is precies waar ik op hoopte. Van de Ven 94 en wat een kaart. Dit is het team wat we samen hebben gebouwd. En nu is het dus game time. Ik moet 4 spelers discarden, maar voor elke goal die Wout Weghorst scoort, red ik 1 speler. Torres, tussendoor. Wout Weghorst over de keeper. Heen, daar is 1-0. Binnen 2 minuten is het raken. En natuurlijk die celebration. Wout Weghorst, wat een begin. Torres. Hoge bal richting Wout. En die is snel. Heel snel, nope. Wout. Maar de keeper is sneller. Tussendoor, daar gaat Wout weer. Die wordt weer weggestuurd. Wout Weghorst. Voorbij zijn man. Voorbij zijn man. En dan is het raak. Keihard binnengewerkt. Wout Weghorst. Reinders. Kan die Wout vinden? Dat kan die zeker. Daar is Wout. En dan de redding van Dudek. Maar ook mijn tegenstander creëerde kansen. Balogun naar het midden. En dan is daar de open kans om de aansluitingstreffer te maken. Luis Diaz. Oh, daar gaat Balogun. Die gaat voorbij zijn man, voorbij de keeper. En dan werkt hij hem binnen. 2-2, oké. Okay. En toen ging het helemaal fout. Van een Balogun en die haalt in 1 keer uit. Ja, 3-2 voor mijn tegenstander dan. Maar dan voetballen we er prachtig doorheen. Inhouden naar Wout Weghorst, zijn derde. En het is weer gelijk, Wout Weghorst. Wat is er door? Hier komt aan de kant van Balogun en die jaagt hem binnen. In de 85ste minuut. En dan is het voorbij. Maar met een hattrick van Wout hoeven we gelukkig nog maar 1 speler te discarden. Deze Balogun kaart is volgens mij echt niet normaal. Helaas betekent het wel dat we 1 speler moeten discarden. En daarvoor heb ik Siri. Dus hey Siri, kies een getal tussen 1 en 11. Het is 3. 3. Dat is Rijkaard. Nee. Oh, Rijkaard. Hoe duur was die weer? 70k. Oké. Okay. Het is toch jammer. Maar Rijkaard, het is tijd om te gaan. Bedankt voor het kijken naar deze video. En klik hier als je nog een video wil zien. Oh, Rijkaard.